Hallo meneer. Hoi. Hallo. Zo, meester Harry is er ook. Een warm worstenbroodje van de bakker uit Versum. De kinderen van groep 7 en 8 zijn door Theo Hendricks van de gemeente Eersel welkom geheten. Welkom op de boomplantaag hier in Dal van de Kleine Beerzen. Heren, kom maar even. Ik zal jullie even een korte plantinstructie meegeven. Wij gaan ze even bij planten halen. De kinderen van groep 7 en 8 van de Sint-Lambertusschool uit Versum kregen van Wim de Jong van Brabants Landschap uitleg hoe de bomen geplant moeten worden. De kinderen hebben sleedorens en meidorens geplant. Even erbij blijven. Zo mooi staan, want de wortels moeten natuurlijk allemaal naar beneden. En ook niet zo erin zetten, maar echt zo erin. En dan is het ook heel belangrijk dat die mooi recht staat natuurlijk, niet allemaal dat ze schuin staan. Ik kan hem hierin zetten. Zo. Boomplanten. Waarom? Voor de boomplantdag. Ja, mooi. En ga je een diep gat graven? Ja, ligt eraan hoe lang de wortel is. En de wortels in de grond, is het gat diep genoeg? Ligt eraan. Als de... Even graven? Ja. Wat voor boom is het? Dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Okay. Zou die groot worden? Ik ben benieuwd. Kijken. Ja. Ik denk een struik of zoiets. Het wordt een struik, denk jij? Ja. Oké. Okay. Beetje aantrappen? Oh ja, aantrappen. Met de voeten. Kijk. Even nog harder opduwen. Zo, ja. Nou, kijk eens. Ja, kijk. Zo moet dat. Prachtig. Johan van Hout, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, is ervoor naar Versum gekomen om samen met de voorzitter van de landcoöperatie Dal van de Kleine Beerzen, Herman Wevers, en de wethouders van Eindhoven, Merian Schreurs, wethouder Oorschot, Frans van Hoof en wethouder Eersel, Chris Tunnissen, samen de eerste fladderriep te planten. Goedemiddag, we zijn bij de boomfeestdag in Versum. En wat vond jij ervan? Dus als wethouder voor buitengebied vinden dit toch wel een beetje een kroon op ons werk met z'n allen. Uniek in de zin van dat waterschap, drie gemeentes, de provincie, en de nieuwe opgerichte landcoöperatie Dal van de Kleine Beerzen een nieuwe impuls aan het organiseren zijn. En dat betekent duurzaam boeren, landschapherstel en biodiversiteit hand in hand gaan. En wat we hier vanochtend gezien hebben, de kinderen van de basisschool ook een handje bijdragen. Nou, dat is alleen maar prachtig. En hoe is de samenwerking met de landcoöperatie Dal van de Kleine Beerzen in dit hele verhaal? Dit is een vorm van landbouw wat ook een plek zou moeten krijgen tussen de andere landbouwbedrijven. De wethouder onderstreepte nog eens het belang van de samenwerking met landcoöperatie Dal van de Kleine Beerzen. Daadwerkelijk aan de gang kan. Met name hierachter, dat is de eerste projecten die gestart gaan worden. Dankjewel.